Muted. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. We zien jullie niet, maar we weten jullie wel. En we zitten alweer met een, een hele grote kring. Ja, niet in de zaal, maar hier bij deze ochtendsessie. Het is ook zo leuk om van een aantal van jullie te weten, ook al zie ik je niet, dat je er bent. En jullie hebben het ons, mij, jou, ook laten weten dat je hier vandaag bij ons zult zijn en er nu bent. Dank jullie wel. Nou. Eigenlijk zouden wij vandaag samen een nieuwe maskermaker starten. Maar dat is door de lockdown opgeschoven. Hopelijk. Hopelijk. Naar maart. En we hebben een nieuw avontuur samen. Labelen of leren. En we hebben besloten om het op te hangen aan de liefdesrelatie. Hoewel die natuurlijk ook weer breder is dan dat. En ter ere van het feit dat wij samen vanaf volgend jaar de opleiding de relatie als spiegel zullen geven. Ja. En jij volgt Wiebe op. Wiebe doet dit jaar voor het laatst de opleiding de relatie als spiegel. En jij stapt volgend jaar in. Ja, en ik had het nog met Wiebe erover. En ik zei tegen hem, ik vind het ook zo mooi dat ik dan nog één keer, als het ware, ik loop een soort mee met jullie, één keer. Ik zal vast nog wel iets doen ook. En Wiebe zei, maar vind je dat dan niet erg? Dat je niet op het podium moet? Hmm. Ik zei, nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het juist heel erg voedend en helend om zo één keer met jullie mee te mogen lopen en het dan over te nemen. Dat is ook echt een cadeau voor mij. Dus daar heb ik zin in. Ik heb er ook zin in. En we beginnen met een gedicht. Een gedicht over de liefde. Een gedicht van Harme Wind. Jij zei, neem me zoals ik ben. Maar ik hield van je. Elk woord van jou riep mijn verlangen wakker. En ik nam je zoals ik was. Ik nam je waar. Wij waren samen. Jij, ik. Twee monologen in gesprek verward. Je kuste jouw mond met mijn lippen. We deelden ervaringen tot we elkaar niet meer verstonden. Strelen tasten werd ons lichaam een mijnenveld. Ook weggaan deden we samen. Niet één van ons beiden overleefde de liefde. Harme Wind. Niet één van ons beiden overleefde de liefde. Ja, ik zei het een beetje somber, maar jij... Ik zei nee. Dit is ook, er moet iets sterven, steeds weer opnieuw in de liefdesrelatie, om iets anders geboren te laten worden. Steeds weer leren om onze projecties, onze oordelen terug te nemen. Zodat de relatie tussen ons vrijer wordt. Ontspannender en ook spannender. Dus de titel labelen of leren, dat is hoe wij mensen in de war kunnen raken over iets buiten of iets binnen. En dat is eigenlijk ook helemaal niet... Dat is heel logisch of voor de hand liggend, want wij mensen worden geboren als diep afhankelijke en symbiotische wezens. Dus dat is op zich wel een mooie link met de maskermaker. Mm-hmm. Dan zeggen we wel eens, God, er is een symbiotische structuur die we ook apart behandelen. Maar eigenlijk hebben alle maskers iets symbiotisch in zich.
Omdat wij mensen, als we geboren worden, om te overleven, als het ware iets buiten ons nodig hebben om het leven als het ware te pakken. Om te overleven, om op te groeien. Ja, we hebben onze moeder, onze vader, onze verzorgers nodig. En er komt iets van voeding van buiten, zodat we kunnen bestaan. En dat blijft natuurlijk een verlangen en een behoefte. Maar er komt ook verwarring op, want als we een keer volwassen zijn, dan kan ik ook blijven denken dat er iets van jou moet komen, zodat ik me veilig voel. Terwijl dat ook niet waar is. He, dus daar loop ik ook het risico dat ik op basis van oude semiotische principes daar iets haal wat daar niet meer is. Ja. Ja, ik zou misschien wel sterker zeggen. Ik zal oordelen over jou dat je mij iets niet geeft waarvan ik het idee heb dat ik dat nodig heb. En mijn verwarring is dat ik jou dan verantwoordelijk maak voor mijn behoeften. Dat is niet zo gek, want ooit was dat ook echt waar, dat ik de ander nodig had voor mijn behoeften. En daarom is dit ook een thema wat ja, steeds weer terugkomt, waar we steeds weer onze stappen in kunnen zeggen. Ja, waarin we op een bepaalde manier ook af moeten dalen in het diep in het eigen onbewuste. Behoeftes van ooit die niet vervuld zijn, die ik als het ware bij jou kom halen. Maak het veilig voor mij. Dat kom je bij mij halen. Ja, ja. Als jij me dan gisteravond en ter voorbereiding op vandaag, krijg ik van jou een app met onderwerpen die we gaan behandelen. Dat was een voorstel, hè? En ik vertrek. Oh my god, dit is veel te veel. Ergens het oordeel van benen helemaal gek. Om in een half uur alle grote thema's van het leven te willen behandelen en dat ik daarin mee moet doen, zo onveilig. Zo, komt er iets van dit? Ja. En ik kan dan voelen dat ik eigenlijk dan heb ik beneden op de bank zitten en dan zit ik wat te schrijven en wat te studeren. En dan ben ik eigenlijk ook een klein jongetje op school. En ik heb een soort tekening gemaakt. Van, hé, volgens mij is dit heel mooi. Ik maak een mooie tekening. En dan kom ik in een soort hoop. Van, als ik nou heel erg mijn best en mijn liefde en mijn inzet in heb gestopt, dan ga je dat heel mooi vinden. Dus dan moet jij het heel mooi vinden. En dat is dan de claim die ik bij jou neerleg. Nou, mijn beweging is, ik vertrek. Mij heb je niet meer. Dus dat is mijn eerste beweging. Natuurlijk niet zo dienend. En wat daarin weer mijn reis naar binnen is, is dat ik ergens te veel ken uit mijn geschiedenis. En van binnen weer even tegenover mijn vader staan en denk, te veel. En als ik daarin dooradem, en je ziet het me nu ook doen, hè, dat is ook steeds weer mijn klus, dan kan ik ook tegen jou zeggen, weet je, zullen we het iets kleiner houden? Ja. En mijn eerste beweging is, ik vind er wat van en jij maakt het onveilig voor mij. Ja. Het is ook wel heel mooi als je het nu voordoet. Dus op het moment dat jij dan begint te vertellen over je vader en je maakt je even wat kleiner, zo van, dan voel ik me in de steek gelaten. Dan heb ik zoiets van, ja, we zitten hier toch samen voor? Je gaat hem toch nu niet smeren? Dus dan komt hij aan twee kanten. Dus ik ben het kind wat ja, veel te vroeg, veel te groot moest zijn. Dat is mijn oorspronkelijke fusie en splitsing. En ik ben het kind wat wegdook.
In ieder geval voor papa, voor de kracht van papa, te veel voor mij als meisje. En daarin vergeet ik, en dus dat is een dynamiek tussen ons, ik kan mijn kracht uitbesteden. En waar ik tegen jou wel eens zeg, van, en jij kan dan zo vergeten dat je ook bang bent. Zeker. Ja. En in dit stuk kunnen we elkaar in ieder geval in het moment soms ook even helemaal kwijtraken. Dus die fusie is hoe wij als kinderen in loyaliteit in het nest waar we opgroeiden, ons afstemden op wat er was. Ik bijvoorbeeld op mijn moeder die angstig was en een vader die afwezig was. En ik bijvoorbeeld op een vader die ook angstig was, maar zijn angst overdekte met kracht en agressie. En dan tegenover mijn moeder, dat ik als heel klein mannetje zei, ik ben daar. Dat is de fusiebeweging. En wat ik dan afsplitste, was dat ik natuurlijk niet zei, en ik ben minstens mama net zo bang als jij. Ik ben minstens net zo bang als jij. Dat stuk van mezelf, dat verborg ik ergens in mijn lijf. Ja, en ik deed iets van, papa, ik stel je gerust. Ik ben veilig. En ik splitste daarin iets van mijn eigen power en kracht af. Bang dat als ik daarmee kwam, dat de zaak nog verder escaleerde. Dus ja, en dus dat is ook steeds in mijn reis naar binnen om ook vol te komen met mijn power. En op een andere laag, dus in mijn vertrekken, waar jij soms ook echt last van hebt. Dat ik ook zo heb moeten leren zien dat ik daarin ook iets doe met zuigen. En dus dat daar ook veel verborgen kracht in zit. Ik voel me onschuldig. Maar ondertussen heb ik je. Daar ben ik helemaal niet gevoelig voor. Nou, en het is ook zo fijn dat we er samen om kunnen lachen. Ja. Maar het is natuurlijk ook in wat we vertellen, is ook een uiterst pijnlijk stuk. Dus die een partnerrelatie is natuurlijk liefde in het hier en nu. En zowel de verliefdheid als het conflict gaat vaak over een thema uit onze geschiedenis. Als ik het even vind, bij jou misschien iets over veiligheid bijvoorbeeld. En bij mij iets over wie neemt de verantwoordelijkheid? Daar kom ik in alle relaties tegen dat ik dat weer steeds uit moet zoeken. Dus ja, de partnerrelaties, we kunnen zeggen, het is een herkansing. Ja. Op de wond van ooit, in een mooi geval. Het is een leerlandschap. Ja. En waarin we geneigd zijn in ons oordeel om uit te besteden bij de ander wat we zelf te leren hebben. En dan, en misschien ook wel goed om hier te noemen, dan ja, de partnerrelatie is de kookpot, zeggen we wel eens. Hè. Dus daar wordt het wat uitvergroot. Maar dit ontmoeten we ja, ook in onze collega-relaties, ja. In onze vriendschappen, op heel veel plekken in ons leven en in de relatie en de relatiecrisis, daar wordt zo die wake-up call van het leven uitvergroot. Van, hey, je mag nog iets leren. Ik mag nog iets leren. En dat vraagt elke keer weer die reis naar binnen. Dus dan zie je me weer ademen naar stukken in onszelf die ooit zo pijnlijk waren dat het bijna niet te verdragen was om daarbij te blijven. Dus het heeft ook wat tijd van leven nodig om het te kunnen zien.
je had een mooi kunstwerk uitgezocht. Ja. Laten jullie nu een werk zien van Ulay en Marina. Een werk uit de jaren 80, 1980. Marina kennen jullie misschien, ze is wereldberoemd geworden met haar in het Museum of Modern Art, de tentoonstelling The Artist is Present. En Ulay tegenover haar heeft op dit moment een grote overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum. Ja. Die even niet zichtbaar is, maar wel online te vinden. Zij hadden een intens symbiotische liefdesrelatie. En wat je hier ziet, is ze houden, ze staan beide aan twee kanten van de boog, waarbij Ulay zijn pijlen richt, of zijn pijl richt op haar hart. En Marina aan de andere kant de boog in evenwicht houdt. En je voelt al dat deze performance gebaseerd is op volledig vertrouwen in elkaar. En in elkaars uithoudingsvermogen. De performance duurt 4 minuten. En je ziet ook het fysieke hierin. Dus het contact met de grond en de aarde. En je voelt al dat je hier diep in moet doorademen. Want zodra het uit balans raakt, dan is het risico dat Marina levensgevaarlijk verwond raakt. En Marina heeft wel gezegd, dit zijn de 4 langste minuten uit mijn leven geweest. Omdat ze ook zo kon voelen dat haar leven op dat moment in handen van haar partner lag, Ulay. En het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een spanningsboog in de relatie. Ja, hoe vertrouwen, hoe we elke keer ook weer ons hart openen voor de ander. En dat het risico blijft dat we verwond en gekwetst worden. En hoe blijven we daarin overeind? En dus dat is de klus. Dus en als ik kijk en dan spreek ik ook vanuit de vrouw. Het is ook een oefening in overgave. Dat ik me toevertrouw terwijl ik ook weet dat ik gekwetst word. Of kan worden. En dat, zo gaat het ook in de relatie. En dat ik dan ook elke keer weer terug te reizen heb naar wat er zo spannend is voor mij. De eerste keer dat ik verliefd werd op jou. Ja. Want je, ook elke keer, je verrast me ook elke keer weer. Heel veilig. Niet veilig. De eerste keer dat ik verliefd werd op jou. Toen was het bij Beweging van de Ziel. En je, dat was de eerste keer dat ik jou in kunstwerk zag toelichten, meewerken in de groep. En ik zat daar als deelnemer en ik keek naar jou. En ik droomde helemaal weg bij je. Ik vond het, ik hing aan je lippen. Ik vond het geweldig. Je gaat dan staan. Je hebt een soort power, een soort zelfvertrouwen. Je bent kundig. Je bent mooi. Je bent sexy. Ik denk, nu komt alweer iets van, voorzichtig, te veel. Ik vond het echt prachtig. En ik word op 2 dingen heel verliefd. Ik word verliefd op je power. En dan voel ik,
Oh, bij haar kan ik rusten. Bij haar kan ik rusten. Bij haar. Gaat ze weg? dit is nou onze heerlijke relatie. Dus ik voel iets van, bij haar kan ik rusten. En ik voel dat mijn hart open gaat. Deze vrouw kan mijn hart openen. En dit kan ik nu op twee manieren uitleggen. Dat is natuurlijk prachtig. Dat ik een herkansing krijg om naar jou te kijken. En denk, hey, bij jou kan ik rusten als vrouw. Dat ken ik niet zo goed in mijn geschiedenis. Dus dat is een groot cadeau. Het is ook een groot cadeau om te voelen, hey, je opent mijn hart. Ik ga helemaal open bij jou. Wauw. Het is ook een groot cadeau vanuit mijn geschiedenis. Omdat ik daar veel leerde om mijn hart te sluiten, om op mijn hoede te zijn. Maar ja, die kan het is ook een soort munt die aan twee kanten om kan vallen. Het is een groot geschenk, maar in de collusie, zoals we dat noemen, komt bij Jurgen Willy vandaan, hè? Dacht ik, ja. Collusie, daar zeg ik eigenlijk, jij moet iets doen zodat mijn hart open gaat. Ja, en dus dan voel ik al, dit is te veel. Dan maak ik deze beweging. Ja. En wat je wellicht ook ziet, is weer die fysieke kant. Dus ik trek, dat is ook mijn beweging, ik trek op. Ik krijg het warm, ik word bang en ik vertrek. En natuurlijk, als jij vertrekt, dan roept het kind in mij, zie je wel, uiteindelijk sta ik er weer alleen voor. Ja. En de eerste keer dat ik jou zag, was ik onder de indruk van je stevigheid. Ik geloof dat het op A was dat je binnenkwam en dacht, oh wauw, stevige man. En ook iets van, er is ook iets van dat terugduinen. Dus aan de ene kant willen schuilen in jouw stevigheid. En jij maakt het veilig voor mij. Maar al heel snel komt het moment dat ik denk, nee. Nu kom je te dichtbij, het is te veel. Dus dan letterlijk maak ik weer deze beweging. Zie je wel, het is weer niet veilig. En op een slechte dag word ik dan ook nog kwaad op je. Op een slechte dag word ik ook kwaad op jou. Maar dan verwijt ik jou dat het hart uit onze relatie gaat. Terwijl ik mijn hart heb gesloten. Ja, en ik ook. Ik ben weg. Dus je voelt al, hè, dus dit is mijn klus. Dus ergens, dat zei ik vanmorgen ook tegen jou. Ik wil dan zo graag door jou gerustgesteld worden en gehaald worden. Maar de manier waarop je dat doet, is net niet zoals ik het graag zou willen. Ja. En, dus en dan voel je al, ik ben het die moet komen. Ik ben het die tevoorschijn moet komen. Met hoe het voor me is. En andersom, ik dus naar jou. Jij moet iets doen. Om mijn hart te openen. En dat is natuurlijk echt niet aan jou. Maar dat is aan mij. Daar ben ik zo bang voor om dat vol te openen. Ja. En het liefst heb ik dan dat jij me daarin komt halen. Net zoals jij wil dat ik je op een stuk kom halen. Maar ik wil dat jij mij komt halen op het stuk van het hart. Ja. En daarmee zou je kunnen zeggen, dat is het punt waar we verliefd worden op elkaar. Ik gebruikte dat woord ook net. Hè? Daar word ik dus verliefd op precies hetzelfde punt waar ik je ook op ga haten. En dat is wel, dat is wel woest van het mensenleven. Want in de verliefdheid, dat ken je wel, daar heb je een soort gevoel. Nu kan ik helemaal mezelf zijn. Nu ben ik heel. En wij samen zijn complementair. Helemaal. Wauw. Alles stroomt. En dan precies op hetzelfde punt waar je zo
geraakt en ontroerd wordt in de verliefdheid, daar ervaar je later ook het verraad. Dat ik niet veilig blijf en dat jij helemaal niet altijd op het podium gaat, maar soms juist vertrekt van het podium. Dus het is ook weer zo'n muntje van waar je zo voor gevallen bent, daar voel je je ook zo verraden en die raakt dan terug naar je geschiedenis. Dus hier zitten onze contactadvertenties. Dat is ook wel een mooie manier van kijken. En wat is nou een contactadvertentie tussen ons? Deze boef die bang is om zich vol te openen, zoekt vrouw van de hemel om de sleutel tot zijn hart te vinden. Zoiets. Oké, wat moet jij nou leren? Ik moet leren om de sleutel tot mijn eigen hart zelf in mijn handen te dragen en verantwoordelijkheid voor te nemen. Ik weet niet of jullie het bij mij kunnen zien, maar ik ga onmiddellijk dieper doorademen. Daar word ik rustiger van. Ja. Nou, een contactadvertentie van mij zou kunnen zijn: bange vrouw zoekt stevige man om te schuilen voor haar eigen krachten door hem te verwijten dat hij te veel is. Zoiets. Dat hij onveilig is. Man die het lijntje met het grotere, met de kunsten of het goddelijke, verloren was in achterdocht, zoekt vrouw om hem steeds weer te voeden op zijn spirituele pad. En natuurlijk moet ik zelf verantwoordelijkheid nemen voor mijn spirituele pad. En kan je mij daar wel inspireren, en dat doe je ook. Maar ik kan het natuurlijk niet aan jou uitbesteden. Nee, dus in dat uitbesteden raken we in de war. En dan dump ik als het ware mijn bange kind bij jou, zodat ik het niet meer hoef te voelen. Terwijl de reis naar, en dat ik me veilig voel, gaat ook weer langs mijn bange kind. En ik dump mijn gesloten hart bij jou, mijn bange gesloten hart, in van, hé, wil jij iets doen dat het open gaat? En in de verliefdheid, ja, kust jouw vermogen om mijn hart te openen en bij wijze van spreken mijn power tijdelijk elkaar. En Wiebe noemt dat ook, hij noemt dat, vind ik zo mooi, hij noemt dat de duale psychose. Ja, de verliefdheid is een duale psychose. De plakken plaatjes, dat kunnen we zowel in positieve als in negatieve zin doen. Dus jij bent geweldig, is ook een projectie en ook te groot. Ja. Dus dat is ook wel mooi in het gedicht. Dat vond ik zo mooi dat jij dat vanochtend zei. Ik vond die laatste strofe dus een beetje somber. Maar de volgende fase is dus of je die magie van de collusie en die contactadvertentie, of je daar doorheen kan komen, zodat die magische laag voor een stuk kan sterven, als er een nieuwe, net iets volwassener laag kan komen. En daarvoor moet ik dus mijn oordeel naar jou toe, of in deze tijd naar de maatschappij toe, naar rellen toe of naar politie toe, het oordeel wat ik naar de buitenwereld heb, moet ik leren zien als een leerlandschap naar binnen toe. Ik over mijn bange hart, over mijn connectie met boven, waar ik iets in te leren heb, in plaats van het uit te besteden aan jou. En later te veroordelen dat je het niet doet.
Dat is een mooie samenvatting. Zullen we ook voor de tijd, zullen we hier een oefening mee doen? Dat lijkt me goed. Ja? Ja. We willen jullie daar graag ook voor jezelf iets van een ervaring in geven. En dat doen we in de vorm van een geleide meditatie. En om jullie daar wat sneller in mee te krijgen, wil ik je uitnodigen om even te gaan staan. Maar even, je hebt nu een tijdje naar ons geluisterd, gekeken. En even een paar bewegingen te maken. Maak maar je eigen bewegingen. En misschien dat je even los wil schudden. Misschien even zo één voor één je knieën bewegen. Of even rekken, strekken. Dus voel even wat je nodig hebt om wat dieper contact te krijgen met je lijf. En als je zover bent, dus neem je tijd, maar dan ga je zo zitten dat je goed zit. Dus voeten in contact met de grond. Zitbordjes in contact met de stoel. Wervelkolom laag. Dus ook als je leunt, voel die oprichting. Dus adem jezelf lang naar de kruin. Duw je kruin iets omhoog naar het plafond op de inademing. En uitademend ontspan je schouders, armen, polsen en handen. Adem je een paar keer bewust in door je neus en uit door je mond. En terwijl je zo rustig doorademt, visualiseer je iemand, en misschien je partner, misschien een collega, misschien een vriend of vriendin. Iemand met wie het op dit moment van binnen wat spanning oproept. Iemand met wie het schuurt. Het kan ook een gebeurtenis zijn. Laat het maar opkomen en vertrouw er maar op dat je onbewust het weet. En dan neem je zo eens waar in je lijf. Wat doet het met je adem? Dus ik sta van binnen nu zo even tegenover mijn zus. Ik merk dat mijn adem optrekt. En dat er wat spanning bij mijn schouders komt. Dus neem waar. Neem wat waar is nu. In jouw lijf als je hier zo contact mee maakt. Geef het adem. Dus laat het maar wat dieper snijden. En dan, als je er contact mee hebt en misschien merk je dat je erin en eruit gaat. Dat is helemaal goed. Misschien merk je dat je er wat dieper in kan zakken. Maar met dit gevoel draai je in gedachten zo eens om in je eigen geschiedenis. En voel eens, als je teruggaat in je eigen geschiedenis, wie of wat komt er dan? Tegenover wie of wat sta je dan? Laat het maar weer opkomen. Misschien een vader, moeder, een belangrijke ander in jouw geschiedenis. Waar je ditzelfde gevoel kent en herkent. Waarschijnlijk zit er dan ook een oordeel, hè? Je vindt er wat van. Dus laat het maar toe.
Adem erin door en dan maak je zo een kommetje van je handen. En in dat kommetje leg je de pijn of het ongemak van ooit. Denkbeeldig leg je de pijn, het ongemak in dat kommetje. Ik sta in gedachten tegenover mijn moeder. En hoe ik haar ook gemist heb in het contact. Dus dan voel ik alweer hoe mijn adem optrekt. En als ik daarin dooradem. Dus die pijn leg ik in dit kommetje. Geef het weer aan. En vervolgens draai je je in gedachten opnieuw om. Naar diegene of datgene waarmee je de oefening begonnen bent. En je houdt zo je handen in een kommetje voor je. Waarin je de pijn van ooit draagt. En misschien wel bereid bent om dit ook aan de ander te laten zien. Misschien ook niet. En voel eens wat er dan verandert in dit contact. En ik zelf merk, en zo is het voor mij, is dat het dan zachter wordt. En dat ik ook meer kan voelen, oh ja, jij ook, ik ook. Voel maar hoe het voor jou is. Neem waar en vervolgens verdiep je je adem wat. Je beweegt je handen, je vingers, voeten, tenen. En dan maak je zo een aantal bewegingen die dienend zijn voor jou om terug te komen in het hier en nu. Van deze ontmoeting, van jouw ruimte. Van onze gezamenlijke ruimte. Wat heel mooi is in hoe je dit doet, is dat je leert ons als je die binding van het oordeel eerst toelaat, hè? Dus het oordeel is een soort binding. Dat is niet een ik vind er iets van, want dat zuigt minder energie. Maar in het oordeel voel je gebondenheid op de ander. En wat je zegt, de weg naar meer adem is door de gebondenheid eerst te volgen. Ja, dat oordeel of die gebondenheid is er toch. Ja. Dat is de toegangspoort. Precies. Dus verlichting wordt vervolgd door wat je eerst pakt, hoe je helemaal klein op te zitten. En wat je dan zegt is, in je lijf aanwezig zijn is een grote hulpbron. Dus niet naar het vinden van je hoofd gaan, maar juist je helpt ons zo om bij dat lijf te blijven in die reis naar achteren toe. En dan doe je een soort beroep, dat vind ik ook ontroerend, waarin je zegt, de pijn die je ooit niet kon dragen, en dat kon ook echt niet doen, dat kon niet, die kan je nu wel dragen. En als je dat dan doet, dan gebeurt er ook iets, zie je het zo, als ik naar je kijk, dan denk ik, wauw. Dan sta je daar met die schaal zo, prachtig, vol. Ook kwetsbaar, kan ik ook zien. Maar ook heel vol. Dus de herkansing zit ergens in ons zelf dragen. Ja, waar we ooit
onszelf natuurlijk niet konden dragen, omdat we zo jong waren. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen voelen of zien. Dus dan hierin verdiept onze ontmoeting zich ook. Hè? Dus nu moet ik van binnen ook een beetje huilen. Als jij dit zo zegt, voel ik me gezien en veilig. En het gaat wel langs mijn eigen reis. Fijn. En ik zit weer even in die zaal. En ik word opnieuw verliefd op je. En nu kan ik kijken. Zo gaat dat dan. En dan kan ik ook zo voelen, oh ja, dit is dus wat ik dan kan ervaren in contact met jou. Dat is mijn eigen taak. Opdracht. Ja, we hebben een opdracht voor jullie bedacht. Natuurlijk. En de opdracht is om een aantal ontroerende contactadvertenties van jezelf te benoemen. Contactadvertenties is in de zin van man die niet zo goed durft te blijven, zoekt vrouw die alsmaar welkom heet. Of vrouw die moeder mist, zoekt man die vader mist, om te leren hoe ze haar eigen gemis kan dragen. Of man die bang is voor afhankelijkheid, zoekt iemand bij wie die altijd op de bovenpositie kan blijven. Ja. Dus gebruik je humor en je vermogen om jezelf te ontroeren. Dus schrijf een aantal van deze op van jezelf. En benoem dan, even spieken hoor. Benoem dan wat besteed je dan uit in deze contactadvertentie? Wat is het dat je eigenlijk hoopt dat de ander voor je doet? Aan welke oude pijn is dit gekoppeld? En wat heb je zelf te leren verzorgen? Wat heb je zelf te leren doen? Dus wat besteed je uit? Welke oude pijn raakt dat? En wat is de leerlijn die bij jou hoort om je autonomie ook weer te herwinnen in de relatie? En dit is ook een mooie oefening om met je partner te doen, of met een goede vriend of vriendin, of met een intervisiegenoot. Ja, dus wat zijn de contactadvertenties die jullie zo samen leven in dit contact? En we ontvangen graag jullie contactadvertenties en iets over wat jij daarin ontmoet in deze vragen. Ja. Heel graag. Dus deze keer geen gedicht. Nou ja, die contactadvertenties zijn eigenlijk hele kleine gedichten. Ja. En dan iets van reflectie op die drie vragen. En dat ontvangen we inderdaad heel graag. Ja. Nou, is het compact genoeg gebleven? Nou, ik vond het echt heerlijk weer met jou. Om dit samen met jou te doen. En die masker maken gaan we op een ander moment starten. En, ik verheug me op ook de opleiding relatietherapie samen met jou. Ik ook, ja. En we hopen een aantal van jullie daar ook te ontmoeten. En heel fijn om jullie nu gezien te hebben in de kring. Zoveel bekende namen en nieuwe namen. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En we wensen jullie veel plezier met de opdracht. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn geraakt door ons. En we hopen iets van jullie terug te mogen lezen. En we zetten weer nog even een liedje op om het afscheid niet zo hard te maken. En je hoorde het misschien, we hadden gekozen voor dat liedje van Coldplay, Fix You. Dat vonden we wel een, nou, dat vonden we wel mooi voor vandaag. Hey, dus een fijne dag wensen we jullie. Tot later. Graag tot ziens. Heel graag. En liefst live natuurlijk.